Salvete discipoli. Salve magistra. Entrate. Cantemus. Silentaris atque gaudis laudis hic. Silentaris atque gaudis laudis hic. Silentaris atque gaudis et gigantus tibi placet. Silentaris atque gaudis laudis hic. Salvete omnes. Latini loquamur. Gratias vobis ago, quia hanc paginam in situ interetiali nostrae scholae, Atenei, regalis, malensis, spectatis, visitis, et hac in pellicula vobis explanavo, vobis dicam, quonam modo lingua latina in scola nostra doceatur. Primum oportet me introducam. Ego sum magistra linguae latinae scilicet, mihi nomen est Mariana Bettens, et utida dicam cordat quanimo linguam latinam amo, et meis discipulis amore milum tradere conor. Ja, je hoort het goed. Je hebt uitleg gekregen over het vak Latijn in het Latijn. En waarom doen we dat? Wel, ik ga proberen heel kort in dit filmpje uit te leggen hoe we hier op het Atheneum te werk gaan om het Latijn onder de knie te krijgen en om plezier te hebben in het vak. Want daarvoor zou je eventueel gaan kiezen. Dus de eerste vraag die je moet stellen is, waarom zou je Latijn studeren? Waarom leer je Latijn? Nu, de bedoeling is om de Romeinse schrijvers, en je hebt wellicht wel van namen gehoord als Caesar, Ovidius, Virgilius, Tacitus, Plinius, Seneca, noem maar op, er zijn er zoveel, die hebben prachtige werken geschreven en die werken, die lezen in de taal van de schrijver zelf, dat is een ongelofelijke rijkdom. Niet alleen voor de inhoud, maar ook om te kijken op welke manier ze dat deden, hè? Welke techniek ze hebben. En op die manier leer je ook veel over je eigen taal. Je gaat leren redeneren. Je gaat leren hoe je op een goede manier een tekst opbouwt of een speech maakt. Je gaat leren filosoferen, leren kritisch nadenken. Allemaal dingen die je nodig hebt om in je leven stevig op twee benen te staan. Dus Latijn brengt ons een enorme rijkdom en het is ook plezierig om die rijkdom te leren kennen. Magistra, questionem habeo. Quid est peristulum? Peristulum. Batavice dicimus binnentuin. Hortus in villa. Bene. Maar om dat te kunnen, en dat doen we dus meer in de tweede en de derde graad, dan gaan we die moeilijkere auteurs leren. Maar in de eerste graad moet je het Latijn leren. Moet je Latijn onder de knie krijgen. En dat is wat we nu doen. Op deze school, in ons Atheneum, werken we in de eerste graad met Familia Romana. Een schitterend handboek geschreven door de Deen Hans Urberg. En Urberg die heeft een methode ontwikkeld waarin je Latijn gaat leren zoals een kind zijn eigen moedertaal leert. Eerst heel gemakkelijk, het zijn allemaal teksten over een familie, een Romeinse familie die we gaan volgen. En eerst zijn de teksten heel eenvoudig te begrijpen. En daarna wordt het moeilijker en moeilijker en moeilijker. En ik ga die teksten voorlezen op de juiste manier. Jullie gaan nalezen, jullie gaan bespreken en jullie gaan dus echt zelf in het Latijn leren nadenken, leren spreken en de zaken begrijpen. En dat maakt dat het Latijn leren veel dieper gaat, omdat je dat veel beter gaat aanvoelen, dat taal aanvoelen krijgen om, zoals ik al gezegd had, in die latere jaren de grote auteurs te kunnen lezen. Dat is een enorm pluspunt. We gaan woordenschat aanbrengen en de woordenschat aanbrengen, dat doen we op een leuke manier. Bijvoorbeeld rond de dieren. We kunnen dat ook rond natuur, rond koken, eten. We kunnen recepten uitproberen samen. Dus allemaal hele leuke dingetjes naast het lezen van de teksten om de grammatica te oefenen en echt dat taal aanvoelen te krijgen. Even demonstreren. In hac imagine est virus coronarium novum est virus malum, est virus periculosum, virus nos negare potest. Magdalena quadrata
iam omnes eam novistis femina severa est, est medicus et est magistratus salutis publicae, et quid dicit, domi manete, non possumus edomo exire, in casa estote, dixit. Marcus Ranstius vir doctus est, est virologus, est scientificus, et nobis dicet quando edomo exire possimus. Ik hoop dat je nu genoeg informatie hebt om een keuze te kunnen maken. Ik zou zeggen, kies voor Latijn, zeker. Kies voor Latijn bij ons op school. En laten we op een levendige manier deze taal onder de knie krijgen in september. Proximum.